We zijn echt desperaat. Ik heb overal gezocht, flyers. Op alle sites heb ik er gezet. En nou ja, niks. Ik loop de tram op en neer dat ik denk, mensen, kijk naar mijn rugzak en kennen jullie deze kat? Kijk, hier staat hij. En die heb je dan om? Die heb ik gewoon om. En dan ja, hoop ik dat mensen reageren. Want kijk, ik weet wat ik zo erg vind. Ja, natuurlijk uiteraard dat ze weg is, ze hoort hier. Maar ik weet niet, maakt ze het goed? Dat is mijn angst zo erg. Lappie! Lappie! En heb je enig idee waar ze kan zijn? Ik heb geen idee. Ik heb zelfs een kattenmedium ingeschakeld. Echt waar? Ja. En die zei van, nou ja, ze moet hier ergens achter zitten. Mm-hmm. Achter de overtoom, begin van de overtoom. Maar tot op heden alle zoekacties, 's morgens vroeg en 's avonds laat, ten spijt. Sommige mensen zouden het een beetje overtrokken vinden. Weet ik, dat weet ik. Maar ik denk heel vaak van, god, en terecht hoor, er wordt iemand vermist. Zoekacties, ik krijg burgernet op mijn site van alles. En mijn kat is zoek. En ja, voor mij is dat ook heel erg. En met name voor Lappie. Hoe ga je kerst in? Slecht. Ik heb helemaal geen versiering, niks. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee. En mijn grootste kerstcadeau, dat zou echt zijn als Lap thuis komt. Wil je een oproep doen aan de Amsterdammers? Heel graag, ja, heel graag. Ja. Nou, iedereen die dit ziet, alsjeblieft kijk in schuurtjes. Kijk bij mensen binnen, in het raam zit ze binnen. Een heel belangrijk kenmerk van Lap is dat haar rechteroortje, daar is een stukje af. Dus zien jullie haar zitten, alsjeblieft, alsjeblieft, help ons Lappie vinden.